reclamefolders, wie kent ze niet? Reclame maken door middel van huis aan huis bezorgde folders is nog altijd een hele effectieve manier om een product of dienst onder de aandacht te brengen. Netwerk VSB, goedemorgen met Edwin Fokke. Ja, goedemorgen met Carolien Buitinga van Netcopa. Hallo. Hallo. Wij leveren exclusieve kunststof kozijnen. Ja. En nou wilde ik graag voor onze winkels een gerichte folderactie gaan doen. En waar wilt u de folders door ons laten verspreiden? Nou, we hebben filialen in Utrecht en Amersfoort, dus daar wilde ik ook... Ja, omdat u een exclusief product maakt, denk ik dat uw folders niet bij alle huishoudens verspreid hoeven te worden. Zo'n telefoongesprek is vaak het eerste contact tussen de klant, die zijn folder zo effectief mogelijk wil laten bezorgen, en netwerk VSP. De accountmanager helpt de klant de juiste keuze te maken uit de talloze mogelijkheden die er zijn om folders te verspreiden. Elke klant heeft tenslotte weer andere wensen en netwerk VSP speelt daar graag op in. Om jaarlijks meer dan 5 miljard folders op de juiste adressen te krijgen, leveren de klanten hun foldermateriaal aan op een centrale plaats in Nederland of bij een van de regionale ziel- en sorteercentra. Doordat netwerk VSP haar klanten de mogelijkheid biedt zeer gericht te verspreiden, krijgen de ruim 20.000 wijken vrijwel allemaal een verschillend folderpakket. Geen folderwijk is gelijk. Thank you.
Elke week rijden er honderden van deze bestelbusjes vanuit de sorteer- en salescentra naar de bezorgers. Netwerk VSP is zuinig op haar bezorgers. Ze worden geïnformeerd via de internetsite www.netwerkvsp.nl en via dit speciale bezorgersmagazine. Geen klik mee. Vlak voor, tijdens en natuurlijk ook meteen na de distributie van de folderpakketten staat een team van telefonisten ter beschikking om antwoord te geven op alle mogelijke vragen. Goedemiddag, netwerk VSP, spreek met Timo. Wie heeft de folders niet ontvangen? En wat is uw pascode? Ik ga er een melding van maken en dan gaan we even kijken wat er aan de hand is. Ik spreek met Kylie van Netwerk VSP. Wij controleren de bezorging van de folders bij u in de straat.